Ik hoop wel een beetje een harde koers, en zodat we een beetje toch uit elkaar gereden wordt en dat we dan met een klein groepje naar de finish rijden. We kennen het niet echt, maar we hebben andere meiden die ervaring hebben met deze wedstrijd en met andere wedstrijden, en die geven dat door aan ons. We zullen wel afwachten, maar als het tot de sprint komt, dan heb ik altijd wel kans, denk ik. Het is gewoon realistisch zijn, hè? We hebben met Mitchelton aan de start. Die hebben natuurlijk vorige week in Gooik echt een straf nummertje opgevoerd om met z'n tweeën het hele peloton kapot te rijden. En ook met thuisrijster Kirsten Wild, dan moet je gewoon realistisch zijn dat een top 10 al heel mooi zou zijn. Eerste valpartij, dus dat was een beetje spannend eigenlijk. Fietswissel, mijn fiets kon niet meer schakelen en daarna nog gelukkig terug kunnen komen. Veel constant hemorages, dus het was wel een drukke finale. En dan jouw sprint uiteindelijk, hoe liep die? Ja, Nathalie trok hem eigenlijk vanaf de laatste kilometer aan. En daarna kwam nog een van Woudries overheen. En toen meteen er langs gegaan eigenlijk, want dat was vlak voor dat rekken begonnen. En dit is dus een prachtig moment.